iets in Arabisch zeggen. Dat is hallo, is alles goed? Salam, goedemorgen. Zien. Hello, good morning. How are you? Comment ça va? Je parle français, néerlandais et l'anglais aussi. Arabisch, dat gaat zo. Salam alaikum, Anna Sara. Bonjour, comment ça va? Anna is me Ali, Awad. وبيي وامي بيحكوا لبناني ومغربي وانا كمان بريفيت ميا زافوت ليفيكا يا سيجو في تريتي كلاس دا اس روسيس ام دا سبريكو و بينا توس دري توي اين جو دينسدag وونسدag دونردag فريدag زاتردag ان زوندag Alleen Neftali, de laatste. 3, 2, 1. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Prima! We staan op onze school positief tegenover alle talen. Op deze school zijn 26 thuistalen. En dat betekent dat die thuistalen heel belangrijk zijn voor de kinderen zelf en hun ouders. Maar samen spreken we Nederlands. Dus de gemeenschappelijke taal op school is voor het leren en het spelen Nederlands. Ik ga een dag zeggen en dan moet je de dag uitdelen. Wat doen we bij de maan? Goed Alfa, bij de maan gaan we slapen. Wij stimuleren ouders ook om Nederlands te praten. Dat is heel belangrijk voor hun eigen integratie in de gemeente natuurlijk, maar ook om hun kind op school goed te kunnen opvolgen en voor de contacten met de school zelf. Daarvoor worden in Dendeleeuw ook heel wat activiteiten georganiseerd. Die staan eigenlijk allemaal samen in deze brochure Nederlands leren en oefenen in Dendeleeuw. Het spreekt voor zich dat wij elke inspanning die ouders hier bij ons op school doen om Nederlands met ons te praten, zeer erg appreciëren. Zeg, en wat zeggen wij als wij onze boterhammetjes opeten? Bon appétit. Hoe zeg je dat, Nicole? Smakelijk. Goed, Alfa. Smakelijk. Voor anderstalige ouders is het niet gemakkelijk om alle info die ze vanuit de school meekrijgen te begrijpen. Begrijp je een tekst of een boodschap van de juf of meester niet, dan kan je steeds terecht bij de directie of de zorgleerkracht van de school. Kom het zeker vragen. Gaan we nog eens luisteren naar het verhaal? Weet je het nog, waarom dat hij die wortel op zijn hoofd heeft? Ja, dat ze trucjes doen. Ja, hij doet trucjes, hij doet spelletjes. Hè. En wat moesten ze dan doen, Jens, met de wortel op hun hoofd? Je laten vallen. Om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren, is het belangrijk dat je je kind zoveel mogelijk oefenkansen geeft om te praten. En dat gebeurt eigenlijk niet enkel binnen de school, ook buiten de school is dat heel belangrijk. En thuis kan je dat best doen in je eigen taal, in de moedertaal. Thuis spreek ik en mijn man met onze kindjes in Litouwse taal. Dus wij allemaal, we zijn Litouwers. Voor ons is heel belangrijk dat hij leert het Litouws, zijn moedertaal dus. Als een kind eigenlijk zijn moedertaal goed beheerst, gaat het ook sneller komen tot het aanleren van een nieuwe taal. Dus zoals bij ons het Nederlands. Daarnaast is het ook belangrijk dat je kind zoveel mogelijk naar school laat komen. Want we zien dat dat bij kleuters niet altijd het geval is, maar regelmatig aanwezig zijn in de kleuterklas is eigenlijk zeer belangrijk om je kind oefenkansen te geven om het Nederlands zo snel mogelijk te verwerven. Jullie mogen eens allemaal jouw rood doosje nemen met de lettertjes in. Jullie mogen de vier woordjes maken die we al geleerd hebben in de klas. Wie kan mij de vier woordjes nog eens zeggen die we al geleerd hebben? Ik, am, mol, beer. Goed. Om buiten de school je kind oefenkansen te bieden, is het interessant dat je je kind aansluit bij een jeugdbeweging of bij een sportclub die buitenschoolse activiteiten geeft en kansen om Nederlands te praten met leeftijdsgenoten. En daarnaast, dat is misschien nog het belangrijkste van allemaal, is als ouder bereidheid tonen om zelf Nederlands te praten. Een keer een eenvoudige conversatie met de juf kan heel stimulerend werken om ook je kind te motiveren om een nieuwe taal te leren. Maak nu eens man. Mijn zoon doet jiu-jitsu en floorbal. Mijn dochter doet jiu-jitsu, ballet, toneel. En beide gaan ze ook naar de scouts op de zondag. Ik vind dat zeer belangrijk voor hen.
Dat motiveert hen ook, omdat ze spelen met kameraadjes en ondertussen hun ritme, allez, hun tempo van Nederlands gaat ook naar omhoog, ga ik zeggen. En in Denderleeuwen heb je enorm veel activiteiten die je tijdens het schooljaar kunnen doen, maar ook tijdens de schoolvakanties. Ja, goed, flink. Ja, ja. En je kan, aan wie het niet goed meer weet, kan hier nog eens piepen, hè. Je kan als ouder heel wat doen om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Een kind dat zijn moedertaal goed beheerst, zal sneller komen tot het leren van het Nederlands. Praat dus veel met je kind. Stel vragen, zing liedjes of lees eens samen in een boekje. Laat je kind Nederlands oefenen in zijn vrije tijd. In een sportclub of in de jeugdbeweging oefent je kind Nederlands terwijl hij speelt met vrienden. Stuur je kleuter elke dag naar school. Leer als ouder zelf Nederlands. Zo laat je aan je kind zien dat Nederlands een belangrijke taal is. Dat is enorm motiverend voor je kind. Lees dit zeker ook na in de engagementsverklaring.